Wacht even. We hebben jou iets heel erg belangrijks te vertellen nu. Voordat je gaat kijken, voordat je gaat luisteren, willen we je om een gunst vragen. Het zit namelijk zo, met deze podcast maken we heel veel kosten. Dan hebben we het over reiskosten, kosten voor huur van apparatuur en ook kosten voor de samenwerkingen die we aangaan met mensen. Daarom zijn we een donatieactie gestart. Ga naar onze Instagram, Molukse Takkie, en check de link in bio. Ja, support ons met een kleine donatie. Wat je kan missen, het zou heel tof zijn. Vind je het leuk om naar ons te luisteren en kan je ons een handje helpen? Ja, mega cool. Ik zeg doneer. Prima, kassie. Bedankt. Welkom bij Molukse Takkie. Mijn naam is Uriel. Mijn naam is Rio. En Molukse Takkie is de podcast. Het gaat over de Molukse cultuur, tradities en het eten niet te vergeten. En tegenover mij zit natuurlijk een legendarische persoon. We noemen hem ook wel Boeng André. En dat heeft te maken met dat we eigenlijk met deze aflevering het jaar afsluiten. Als het ware niet het seizoen, het jaar. Want er komen nog nieuwe afleveringen in januari. Laten we beginnen met de eerste vraag. Ik kijk naar Rio. Wat is persoonlijk voor jou eigenlijk een mooie gebeurtenis binnen de Molukse gemeenschap wat je hebt mogen meemaken? In het afgelopen jaar? Ja. Een mooie gebeurtenis. Ja, zoveel. We hebben natuurlijk al best wel wat besproken met elkaar onlangs in de podcast. En wat is mijn allermooiste? Ik vind dit toch altijd wel het leukst. Dat wij zoveel mooie mensen hier mogen tegenkomen en ontmoeten en ervan mogen leren in de podcast. Dat is voor mij wel het Molukse hoogtepunt. Ja. En jij, Boeng André? Ja, voor mij is dan zeg maar dat ik een stichting ben begonnen voor Kriel. En dat we dan vorige week hebben gekregen dat de mensen van Kriel 22 december terug mogen. Dus dat is wel een van de hoogtepunten. En het hoogtepunt is dat wij die podcast hebben gedaan voor Kriel. Ja, dat is ook echt een mooie ontwikkeling. Want voor het eerst toen we op YouTube online gingen, was eigenlijk die aflevering over Kriel. Ja, dat was onze eerste YouTube-aflevering van de podcast. Klopt. Dus Nu komt het weer samen en nu wordt het weer afgerond. En nu wordt het de laatste van het jaar. Hopelijk. Maar ook nog erg bedankt dat jullie die dag zo lang die opname hebben gedaan. Naast dat jullie normaal moeten werken. Dat was wel allemaal last minute geboekt. Maar wel echt goed, want die is heel veel bekeken natuurlijk. En heel veel beluisterd. Maar ook heeft ook echt impact gehad. Want dat liet te zien dat in Indonesië, ik weet niet of dat jullie weten, maar in Indonesië zagen ze dat wij dus heel goed georganiseerd zijn. Dat we gewoon ook social media konden gebruiken om de stem te laten horen. Dus namens de stichting nog bedankt daarvoor. Maar dat was wel echt een hoogtepunt, ja. Ja, bedankt. En wat ik me kan herinneren was dat het ook was opgenomen op een doordeweekse dag. Ja. Dat gebeurde ook niet zo vaak, dat we een opname hebben doordeweeks. Ja. Omdat we allemaal onze werk hebben. Maar dat hebben we met heel veel liefde gedaan. En we voelden ook echt de nood om dat op te nemen. En als ik die vraag aan mezelf stel, misschien ook wel belangrijk. Ja, Uur, wat was voor jou het hoogtepunt? Ik heb er zoveel. Ik heb zoveel hoogtepunten meegemaakt. Maar wat ik heel bijzonder vond, was ook wel het nummer Zo Comfortabel. Dat daar een remake van werd gemaakt. En ook een videoclip shoot. En dat ik daar onderdeel van mocht zijn. Eerst werd ik gevraagd door de jongens. En zei ik van ik wil best komen om een making af te schieten. Ik wilde niet per se in een videoclip, om eerlijk te zijn. En dan ben je de hele dag bezig achter de schermen beeld aan het filmen. En ook mensen aan het interviewen, waaronder JC Lee. Maar die komt wel later in beeld. Hoi JC Lee. En ook verschillende andere Molukse personen. En dat vond ik heel bijzonder. Maar persoonlijk voor mij deed het ook heel veel. Omdat dat nummer Zo Comfortabel, de versie van Jiggy J, Woodstick en Sir OJ, dat was wel een van de eerste nummers, Molukse nummers met een videoclip. En die had ik ook gebruikt bij mijn eindpresentatie van de HAVO. Oh, echt? Ja. Oh, dat wist ik niet. Nee. In 2012, ja. Dus dat was voor mij heel extra bijzonder. Hoe oud ben je? 2012? Ik ben 2012.
Zo lang loop ik hier rond, André. Nee, ik ben niet 2012. Nee, ik ben 29. Maar dat nummer heeft een speciaal plekje voor mij. En het feit dat ze me in die videoclip toch erin hebben gestopt... zonder dat ik dat doorhad, ja, dat vond ik wel heel, heel aardig. Ik voel me ook daar heel erg comfortabel bij. Nee, ik vond het echt een compliment. En ik vond het ook heel leuk om Morris Materbongs te zien, te regisseren. En ook Jesse Koelstra, Molukse First AC cameraman en ook regisseur. En ja, ik weet niet, het was gewoon een soort historisch moment of zo. Zoveel Molukse mensen op één plek. Ja. En die ook in beeld kwamen. En dat gewoon een keer een soort positief geluid naar buiten kwam. Ja, ik weet niet. Ik werd er heel enthousiast van. En dat vond ik echt een mooie gebeurtenis. Ja, leuk. Ook bedankt voor de uitnodiging daarvoor. Kevin Josias was dat. Die ons daarvoor heeft benaderd. En jullie twee zijn er allebei geweest. Ik kon helaas niet, want ik moest werken. En het was gewoon op een maandag, als ik me herinner. Klopt. Ja, dus ik kan je wel even wat uitleggen. Hmm. Ik heb dus een uitnodiging gekregen, omdat op Instagram werd er toch een oproep gedaan naar wie wilde in die clip verschijnen. Weet je wel, een soort uitnodiging. En toen stond er zo een bepaalde leeftijdsreeks. Toen heb ik gewoon een e-mailtje naar Materbongs gestuurd. Die zei ik, zo discriminatie hier. Mogen oude mensen niet komen? Je mag wel komen. Toen ben ik dus wel langs geweest. En was echt een hele topdag. Al die jonge lui samen te zien, dat was echt heel leuk. En er kwamen natuurlijk al een paar ouderen, zoals Jeff Tapatikawa. Die zat in beeld, nog een paar anderen. Maar het was wel echt een hele leuke dag, heel goede sfeer. Mm-hmm. En laat ook echt zien hoeveel talent Nederland heeft. Dus dat was echt niet normaal. Het was gewoon zoals werd omschreven door de meneer hier tegenover me. Dat is gewoon All-Stars, gewoon Maluku All-Stars. Ja, dat wordt ook vaak gezegd, Maluku All-Stars. Ja, en ik, het mooie vond ik ook dat dit ook weer laat zien... dat als we elkaar mobiliseren, als we elkaars talent gaan bundelen... dat er gewoon veel mogelijk is. En, het gaat ook heel erg over gunnen, denk ik, hè? Ja. En dat is in het verleden ook lang niet overal gebeurd... Het was toch vaak een kwestie van, oh, misschien is de een beter dan ik. Hè? Een beetje ego-kwesties en verdeeldheid. Als we wel teruggaan naar hoe het ging in den beginnen in de wijken en de kerken. Dat heeft zich altijd wel een beetje doorgezet in het stichtingleven en in het sociale leven. Ja. En ik vind dat je nu veel meer ziet dat er verbroedering komt. En dat we elkaar weer gaan opzoeken op een manier waarop we elkaar ook in het licht zetten. En dat vind ik heel mooi. Dat vond ik tof aan zo comfortabel om dat te zien. En hoe dat werd gevierd en ook hoe... een iets oudere generatie zoals Sir OJ en Vincent, Patty... dat dan ook weer overdragen aan de jeugd. En dat zij dan weer op hun beurt een Sterren Marit, een Jael, Elijahs... ook weer Yunus. In het licht zetten. Yunus zeker weten. Natuurlijk is zo dat een Yunus, want Yunus ging nog de camera draaien voor Uriel. Dat Uriel, hij ging Uriel een vraag stellen. Ja, was leuk. Dat was echt leuk. Dat had ik ook niet verwacht. Ja. Turn the tables. Ja, inderdaad. Ik vond dat echt een mooi moment. Een mooie gebeurtenis. En ik heb het gevoel dat er meer van zulke momenten gaan komen ook. En afgelopen jaar, ik weet niet wat er was. Er gebeurde zoveel of zo. Ja, daarom vond ik het net ook heel moeilijk. Je verraste me eigenlijk een beetje met de vraag van... Oké, maar wat is dan mijn mooiste, Molukse moment? Want er zijn er veel. Ja, ik heb er nu een beetje over nagedacht. En naast de dingen die we allemaal samen hebben gedaan... en waar we zijn geweest en zo... waren de gesprekken hier. En dan vooral waar die magic gebeurde, toch? Ja. Er waren heel vaak ook nog andere mensen aanwezig... die misschien niet meer fysiek op deze wereld zijn. Zoals in die aflevering van Gloria Lapia. Dat was natuurlijk heel tof. Want wij hadden haar uitgenodigd... omdat zij dat gedicht had geschreven, Ontwijk. Best wel... Ja, hoe ze het noemen, een heel ander geluid. Ja, en iets minder positief geluid over dat de minder prettige kanten van het wijkleven voor haar. Ja, het was natuurlijk heel persoonlijk. En toen zat ze hier en wij waren eigenlijk net een paar weken daarvoor gevraagd... om het panelgesprek te hosten, toch? Voor jubileum is misschien een verkeerd woord, maar dat is het wel... van de treinkaping bij de Punt. In Bovensmilde. Ja. En dan konden wij helaas niet bij zijn, omdat ik een hele belangrijke bruiloft had. Helemaal in het zuiden van het land. Ze kon dat niet combineren en wij wilden dat graag samen doen. Maar ik vond dat heel moeilijk. Want wij wilden dat eigenlijk heel graag doen. We vonden dat een hele grote eer om daarvoor gevraagd te worden.
En dat zal ook aan mijn lek aan research hebben gelegen. Maar ik had het dus niet door, totdat Gloria hier zat, dat zij het nichtje was van oom Yunus Rirmasee. Maar het was zo bijzonder dat zij echt praktisch... Het was volgens mij een week later zat zij hier. En ondanks dat wij dachten een podcast te gaan maken volledig over haar gedichten, ging het ook een heel stuk over hem. En hebben toch dat verhaal, wat we dus niet een week ervoor hebben kunnen vertellen, toch in onze podcast heeft het een plek gekregen. Dat is zo'n magic. Dat moet dan gewoon zo zijn. Indirect nog via haar. Ik heb helemaal van als ik erover praat. Ja. Er bestaat geen toeval, toch? Ja, precies dat. Nee, zeker niet. Precies hoe wij elkaar allemaal hebben ontmoet en zo. En hoe dingen lopen, dit hele jaar eigenlijk. Ja. Kun je wel zien dat er geen toeval bestaat, gewoon niet. Dus dat is zeg maar ook dat je merkt dat hier, als we die gesprekken voeren, dat je dan merkt dat we altijd zeggen dat er bezoek is of zo. Dat het best warm is of zo. Of dat er dan, maar dan merk je wel dat het goed zit. Dat betekent wel dat je op de goede pad bent. Ja, dat zijn echt die momenten die mij heel erg bijblijven. Maar ik kan wel dat ook met Tassilo. Zo ja, zo dat vond ik echt een heel bijzonder gesprek. En ik merkte ook dat het wat met jou deed. En, ja. Maar dat is altijd als zoiets gebeurt, omdat ik dat dan heel erg voel. Het zit zo in de lucht en ik kan het al voelen zonder dat we erover hebben gesproken. Dan word ik een soort van emotioneel. Terwijl ik weet van oké, ik zou liefst nu huilen. Ik kan echt nu gewoon mijn tranen laten gaan. Ja. Maar dat... het is dan niet van iets wat uit mijn hoofd komt of zo. Weet je wel, ik heb dan nog geen connectie mee van waarom voel ik mij zo? Want er is niks aan de hand. We hebben het niet over iets waar ik heel emotioneel over kan worden of over iemand. Ja, want bijvoorbeeld de oom van Gloria Lapia heb ik nooit gekend. Dus waarom zou ik daar emotioneel over worden? Maar dan is die gewoon al in the room. En dan is die er al. Die dienen zich bij mij aan door emotie. Want die zijn dan alsof ze door mij vertellen van oh, ik ben zo blij hier te zijn of dat wordt besproken. En ja, zoiets is het. Het is liefde, denk ik, wat ik dan voel. En wat ik heel mooi vond ook aan die aflevering was dat er een bepaald pagina was, een fragment uit dat boek. Ja, dat was ook een leuk verhaal. Dat kunnen we ook wel even delen. En dat jij zeg maar al van tevoren al bang was dat hij dat fragment had uitgekozen. En uiteindelijk had hij het ook voorgelezen. Ja, we gingen natuurlijk over Tassilo zijn boek hebben. En het leek mij leuk of mooi als hij dan een stukje zou voordragen. En ik had het boek gelezen, nog voordat het uit was. Het manuscript heb ik mogen lezen. En toen werd ik ook heel emotioneel bij een stuk. En toen dacht ik, als dit ook me niet gaat lezen, want dan moet ik me weer inhouden in de podcast. Maar ja, omdat ik dat dus wat dacht, en ik kwam hier binnen die ochtend, dacht ik, shit, hij gaat dat stuk lezen. Ik weet het gewoon zeker. Zonder dat hij het had besproken. We hebben niks met elkaar besproken. En hij gaat hier zitten, hij legt zijn boekenlegger erin. En voordat we beginnen zeg ik, ja, ik denk dus dat jij het stuk, je laatste gesprek met je moeder gaat voorlezen. En toen zei hij, hoe weet jij dat? Ja, het was wel inderdaad een heel leuk gesprek. Ja. Vooral ook toen we aan tafel zaten. Wat hij toen allemaal vertelde was wel heel interessant. Het was interessant dat hij gewoon goede voorbeelden naar voren haalde. Van hoe bijvoorbeeld dat hij zei van dat hij onze podcast had geluisterd. En dat hij zei van ooit ga ik, ben ik de gast bij Melukstak, ga ik mijn verhaal daar doen. Toen dacht ik echt van oké, deze man die... Die had al zo'n voorgevoel van oké, het komt op mijn pad, maar nu niet. Maar wanneer het op mijn pad komt, dan... Dus dan kwam het op zijn pad en toen ging hij hier zijn verhaal doen tijdens eten. En dat was ook een hele ontspannen sfeer. Maar is meestal hier. En dan is gewoon gezellig. Maar ook gewoon wat hij vertelde. Ja, dat je gewoon hoe dingen lopen. Mm-hmm. Weet je al, hoe dingen lopen en wat hij allemaal vertelde van... Ja, natuurlijk omdat hij Rio kende, wat hij vertelde over carnaval en zo. Maar dat is wel best heftig, hoor. Dat je dan zo lang doorgaat, dat je dan op het duur je vrouw gaat bevallen, dat je er niet bij bent, omdat je gewoon te moe bent. Dat zijn wel echt dingen dat je... Ja, hij heeft dat wel gered. Ja, maar hoe hij dat heeft gered, wat hij dat uitlegde, dan dacht ik, oeh. Ja, pittig, ja. Ja, zo kan je jezelf kwijtraken af en toe, hè, in het leven. Ik denk dat iedereen dat wel op zijn of haar manier wel eens meemaakt. Kijk, wij hebben allebei een burn-out gehad. Dat is ook heel ver van jezelf afstaan. Klopt, als je maar ervan hebt geleerd, toch? Ja. Dat is heel belangrijk. Ook dat je dan beter naar je lichaam luistert, weet je wel. Dan merk je toch dat met onze cultuur is het, dat we dichter spiritueel... dat je beter naar je onderbuikgevoel moet luisteren. Mm-hmm. En dat het vaker zo'n stem is die je hoort, maar dat je die heel vaak negeert. Maar dat je er nou veel beter naar luistert als die stem wat tegen je zegt. Dat je denkt van oké, dat moet ik wel doen of daar moet ik op letten. Maar ik merk nu dat steeds meer mensen daar
zich mee bezighouden, ook met onze culturen zelf. En dat je daar bijvoorbeeld, ik zag Finn laatst nog. Finn Maatita. Was ook een bijzonder gesprek, ja. Hè, jongens? Ja, Finn en ik hadden weer een heel apart gesprek laatst. En hij vroeg wat aan mij en ging gewoon wat uitleggen. Maar hij zegt tegen mij, bij jou komt het gewoon allemaal zo naar boven. Ik zeg tegen hem, ja, dat is gewoon wat ik, als je iemand wat vraagt, dan ik leg er gewoon uit wat ik weet. Maar hij zegt, je deelt gewoon alles. Ja, ik zeg tegen hem, waarom zou ik het verborgen moeten houden, weet je wel? Dus dat is nu wel de generatie die nu, tenminste, ik probeer alles door te geven wat je weet. Want ja, weet je, ik ben nou 47, maar je weet niet hoe lang het duurt, weet je wel. Je weet nooit wat er gebeurt. Dus het is tijd dat die jongelui opstaan. Nou, een heel goed voorbeeld is natuurlijk bij die clipshoot. Zag je heel erg goed dat de jongens van in de 40 tegen de 50 gaan. Dat zij nu ook Jeff daar zo ook echt wel zien van, weet je wel, we hebben een draaitijd van 10 jaar of zo. En dan moet je in die 10 jaar moet je alles doen wat je kan doen. Dus net zoals wie is ook weer de directeur van het Lux Museum? Ik kom even nu op. Henry. Precies, Henry. Wat Henry ook zegt van, je moet alles eruit halen en dan proberen door te geven. Moet je wel het uiterste uit de kan halen. En dan houdt dat een keer op. Ja, maar het is wel ook wel goed, toch? Want ja, het is ook hoe het leven gaat. En dat we het door moeten geven aan de volgende. En sommige, vooral tweede generatie, die nog wel een beetje dat vasthield. Ja? En ja. Stel Manusiwa in die podcast vertelde daar veel over. Stel, en klopt. Stichting Leven. Ja, dat merk je toch ook wel. Dat dingen niet worden verteld. Of dat tantes weigeren om een recept door te geven. Wat eigenlijk super zonde is. En ik snap dat je heel trots bent. En dat het iets exclusiefs is. Maar als je niet doorgeeft, gaat het verloren. Ja. Tenzij je het vastlegt in de metaverse van Joël Passanea. Sorry, ik wilde gewoon een bruggetje maken. Ja. Maar dat was ook weer een ander gesprek. Maar wat ik interessant vond aan alle gesprekken die we hadden met alle gasten, was dat op het moment als ze over hun opa of oma gingen praten, dan kon ik op basis van hun verhaal ook wel begrijpen wat die persoonlijkheid was van die persoon. Ik bedoel, ja, zijn opa, de verstekeling, precies, van het schip was ook wel echt aanwezig. Ja, ja. Gewoon hij kreeg het zelf ook bijna te kwaad. Inderdaad. Een aantal keer, dat vertelde hij ook wel daarna. Maar ook het zien van kansen, toch? Ja. Dat je echt letterlijk op die schip gaat springen van, hey, ik zie een moment. En dat doet hij ook op zijn manier met NFT's. Ja. Dat vond ik zo bijzonder. En dat hebben we echt bijna met alle gasten hier. Ja, Julia Jouwe met haar opa Nicolaas was ook heel duidelijk aanwezig. Ja, ja, Julia was ook wel echt goed, hoor. Ja, ik heb dan zeg maar met haar gesprek gevoerd natuurlijk buiten. Dus toen was nog de studio nog helemaal leeg hier aan de achterkant. Dus met haar longboard. We hebben heel eventjes gepraat, maar was heel leuk. Had een heel goede connectie met haar. Maar ook gewoon, dat is wel echt een strijder, hoor. Die neemt wel de kans, maar ze snapt wel dat ze wat jong is, dat ze een ding moet leren. Dat is wel in de gaten, maar dat ze wel echt een prominent figuur is, dat is wel echt wel. Dat is wel echt goed. Ja, super powerful. Ja. Ja. Zoals laatst was op televisie. Bij Bo, die intikken, dat is echt niet normaal, hoor. Waarom was eigenlijk op televisie, André? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, was dat dat er nou de WK wordt gespeeld. En het WK heeft natuurlijk wat negatieve kanten, negatief nieuws erin staan. En toen vertelde zij dus hoe het op Ammon wordt gevierd. Nou, op Ammon en de Papua wordt het gevierd alsof Nederland daar speelt. Dus je hebt gewoon motorkolonnes. Ik had niet voorstellen hoe lang die motorklons zijn. Zeker 5 kilometer lang. Mensen allemaal. Benzine is niet gratis. Maar dat ze dan nog gewoon rondjes blijven rijden. In het oranje, gekleed, Nederlandse vlag. Met vlaggen. Met vlaggen. Ja. Op Ambon af en toe ook nog een RMS-vlag erbij. Mm. En vertelde jullie jou dus met Raak Api wat dat eigenlijk is en waarom dat ze dat doen. En dat het eigenlijk een vorm van protest is. Om te laten zien dat ze de aandacht krijgen. En dan dat ze een soort vorm van protest is. Dat ze dan laten zien waarvoor ze staan. En maar dat ze er zijn. Hè? Dat ze er zijn, precies. Ja. Dat is het eigenlijk de hele grondslag van dat ze willen laten zien dat ze aanwezig zijn. Maar dat jullie jou op het duur zeggen van, ja, is allemaal heel leuk. Want heb je wat met voetbal? Dan zeggen ze nee. Zij ze, ik vind een club in Papua vindt ze heel leuk om te kijken. Dan zeggen ze van, daar ben ik meer fan van. Maar ik vind het zo apart dat mensen dus naar het WK voetbal kijken, dat ze allemaal opmerkingen hebben over mensenrechten. Dat in Qatar allemaal mensen die de stadions hebben gebouwd, hoeveel mensen zijn overleden, zegt ze. Maar ja, dat ze die aandacht maar een keer moeten plaatsen bij Papua, bij mensen die dichterbij staan. En dat was gewoon een intik. Maar ze hebben echt goed gedaan, want Bo was zelf een beetje verbaasd.
erover. Dat zie je ook in de clip. Ja, ik ben echt super trots op haar. Hoe ze dat doet. En dat we ook haar aan tafel hebben mogen meemaken. En een gesprek met haar hebben kunnen voeren ook. Ja, precies. En ook Jefta ook natuurlijk. Hè, over het Nationaal Archief en wat zijn rol daarin is. Ja. En hoe hij eigenlijk bijvoorbeeld Black Lives Matter had ervaren. En wat daaruit voortkwam. En toen ook opeens random kwam Busy weer binnen. Dat gebeurde ook weer. Oh ja, was dat in die aflevering? Ja, dat was in die aflevering met Jefta. Komt die al online voordat dit uitkomt? Ik denk dat... ik kan daar niks over zeggen. Maar ik denk dat mensen dat wel kunnen zien op de Instagram van Molukse Takkie. Maar dat vond ik ook wel bijzonder. Dat opeens dat onderwerp ook werd aangesneden. Hè? Over ongelijkheid en zichtbaarheid. En ook over fase. Ja. Maar ik denk dat Jefta's werk is wel een lopende lijn voor ons allemaal. Ja. Het is gewoon net als Mo'oluku. Hetzelfde. Het is gewoon een tegengeschiedsvervalsing. Dus wat Jefta ook zegt. Er wordt een geschiedenis verteld vanuit de ogen van de overwinnaar. En nou komt dan... zeg maar, heb je iemand als Jefta, die wordt ingehuurd om daar tegen in te gaan. Om te laten zien dat het niet alleen maar blanke mensen zijn, witte mensen bedoel ik, die onze geschiedenis gaan vertellen. Maar nou krijg je dus ook een verhaal zo via Mo'oluku dan hoe het echt is gelopen. Of wat de Molukse versie ervan is. Want over Mo'oluku gesproken, er was in Pakhuis Hoorn was er ook een evenement, een theatervoorstelling. We waren daarvoor uitgenodigd ook. En we zaten in het publiek, echt heel bijzonder en super mooi. En op een gegeven moment, richting het einde van de voorstelling, zei Erno zo richting de zaal. En dan keek hij naar mij en Rio. Ja, we gaan nu een podcast doen. Ik kreeg het Spaans benauwd. En ik dacht al van... Wat gebeurt hier? Er is iets mij ontgaan. En dat was zo bizar. Dat was echt een... Goeie grap wel, ja. Ja, bedankt. Hele goede grap, ja. Hij keek ook gewoon richting jullie, hè? Niet naar mij. I know. Want zeg maar, jullie twee zijn meer de gezichten van Molukse Takkie. Maar hij is gewoon geïnspireerd daardoor om zeg maar in het toneelstuk... de opvoering om te laten zien van hoe die eigenlijk... op het idee was gekomen om dat te doen. Het hele verhaal, dat hele toneelstuk is zeg maar een toeloop naar hoe die erop is gekomen om een animatiefilm te maken. En er is een stripboek van uitgekomen. Een stripboek is eigenlijk een draaiboek voor de animatiefilm. Mm-hmm. Maar dat hij dan geen betere manier vond, omdat hij dacht van dan doen we gewoon net of we een podcast doen met Esther Nijhoven. En dat Esther Nijhoven dan de vraag stelt en dat hij dan zijn antwoord. Maar het was wel heel goed. Het was ook gewoon een hele leuke avond. Maar ook gewoon die avond was de eerste keer dat ik heb meegemaakt dat iedereen die ermee meedeed, die had gewoon emotioneel moeilijk, zwaar. Ja, het was een hele emotionele uitvoering. Ja. Mensen braken op het podium. En, Esther Nijhoven is altijd heel professioneel. Die zingt altijd alles gewoon. En met braken bedoelen mensen, ze werden verdrietig. Ja, op het podium. Ze werden echt. Ze konden niet in die rol blijven. Ja. En er werd ook op een gegeven moment gevraagd van... waar al het kruidnagel vroeger was opgeslagen, wil je dat zien? Dat was op een soort bovenzolder of zo. Ja. Ik zweer het je. Toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf, ik ga daar niet naartoe. Nee, ik had ook totaal niet de wens om die rondleiding aan te nemen. Nee. Ik was er 3 dagen, ik heb het niet aangenomen. Ik heb het gewoon helemaal niet. Het voelde gewoon zo. Ja. Zo van, ik hoef niet daar achterheen. En waarom? Maar die avond was zeg maar een beetje hetzelfde zoals wij hier altijd opnames hebben. Was het heel druk. Mm-hmm. Want er werd namelijk opgenomen in een pakhuis en daar doet de verwarming het niet echt. Nee, het is een heel oud pand en het is heel koud. En het is nu niet erg warm in Nederland. Maar binnen de kortste keren hadden wij allemaal onze jassen uit. Ja. En was het gewoon warm daar. Ja. Ja. Terwijl het was een heel klein publiek. Ja. Het was een heel intieme setting. Ja. Hoeveel mensen zijn geweest? 200 of zo? Nee, 150. Ik kan niet zo goed tellen. Dat laat zien dat Uri dan goed is in wiskunde. 200. Nee, ik denk dat er 50 mensen waren. Precies. Ja. Je kan dan meteen zien dat Rio en ik iets in het evenementen doen, hè? Wat is de capaciteit? Capaciteit, maar 200 man, dat is wel de grootste. Ik aim hoog, hè? Ik aim hoog. Ik heb hoge eisen. Nee, je bent gewoon heel positief ingesteld iemand, ja. Precies. We kunnen ook op elkaar zitten, toch? Op elkaar schoot. Uriel's glas is altijd anderhalf vol. Ja, anderhalf vol. Altijd. Ja. Grappig is natuurlijk wel dat, dat toneelstuk werd opgevoerd in het pakhuis. En dat iedereen die er was, uitgenodigd was, want het was namelijk een friends and family voorstelling. En bij die friends and family voorstelling was natuurlijk, dan is er nog meer emotie aanwezig. Mm-hmm. Maar nu merk je wel dat
op een duur ook degene die die zaal uitbaten, die deed gewoon de deur aan de achterkant open, omdat het zo warm was. Ja. Die zei van, ik moet de deur aan de achterkant open doen, dat wij nog nooit goed hebben gezien. Dat die zei van, het is gewoon heet. Dus toen dacht ik van, nou, dat is wel heel goed. En natuurlijk Erno, die is echt, ik had altijd echt moeilijk, zei die van, ja, tijdens de voorstelling hebben we intermezzo met eten. En had hij mij een taak gegeven, want ik werk samen met Erno, met Moluku en met natuurlijk de rest van de groep, Vincent, Latul, Noah, Abdilou en al die mensen, Esther Nijhoven, nog wel meer. Werken ze mee samen. Dus dan zei Erno van, weet je, kun jij het eten regelen? Kijk, ik wil best eten regelen, dus ik ga eten regelen. Maar ja, je weet, Molukse mensen eten regelen, dat zijn, die porties zijn niet Nederlands. Ik denk, ja, ik ga hem gewoon eten geven. En dat eten zou je zo in die intermezzo, zou je dat gewoon, klein hapje, ben je er klaar mee. Maar ik zag iedereen, ik heb nog foto's gekeken, zie Rio ernaar kijken van, ik ga dit nooit opkrijgen. Niemand heeft opgekregen. Ik heb gekeken, niemand heeft opgekregen. We zijn zeker niet met een lege maag naar huis gestuurd. Ik denk ook dat mensen gewoon eten mee naar huis hebben genomen, omdat het zoveel was. Hey, maar vertel eens even, want wat doe jij nou eigenlijk voor Moluku? Want je bent er sinds kort bij betrokken. Ja, dat was in de zomer of zo. Ik ken Vincent Latul ken ik al heel lang. Die ken ik al echt sinds 95 of zo. 95. En Dominique Latul ook, broer. En Noah, die ken ik ook een tijdje via Dominique. En op een dag hadden we gewoon een keer een gesprek. En was bij de expositie van Dominique. Daarna kwam hij hier bij de podcast. En toen had Vincent al een paar keer gezegd van, je moet de anderen erbij halen, want die is heel goed in als een ideeëntank. Dat hij gewoon heel goed oplossingen kan vinden voor de raarste dingen. Dus op het duur zaten we gewoon een keer met z'n allen op het strand. Toen gingen we daar gewoon brainstormen. Toen legde ik gewoon uit wat ze moeten doen. En wat ik doe is altijd, ik weet heel goed hoe je dingen moet opzetten. Dus bijvoorbeeld, je moet een stichting worden, of je moet dit toepassen. Die kennis. Wat hadden zij nodig? Wat zij nodig hadden is gewoon dat zij een groter marketingplan moeten aanpakken. Dus ik heb gewoon uitgelegd hoe je grote publiek kan bereiken. Maar ook welke mensen je erbij moet betrekken. Dus je hoeft wie zijn je stakeholders? Precies. Ja. Dus als jij niet weet hoe je dingen moet opzetten, maar ook niet de juiste mensen erbij kan betrekken, zoals als je subsidie nodig hebt, en dat weten wij zelf ook, daar moet je gewoon connecties voor hebben. Dus als je die connecties hebt, je deelt die met mensen. Maar heel veel mensen zijn altijd zo van, ja, niet alleen Molukse mensen, maar heel veel mensen zijn zo van, ik weet dat daar geld ligt, dus ik ga het tegen niemand vertellen, want dan kan ik er meer van afhalen. Ja, een soort van je schatkist elke keer weer begraven. Precies. Dus nu had hij dat aan mij gevraagd van, nou, wat zou je dan doen? Ik ging een beetje uitleggen wat ik zou doen, hoe ik het zou aanpakken. En toen merkte ik, na het gesprek moest ik dus weg, omdat het was een hele warme zomerdag. Ik zat in de zon en toen gingen we dus eten, toen gingen we dus weg. Toen zei iedereen, waarom moet je weg? Ik zeg, ja, ik moet naar Molukse Takkie, want die hebben opnames in Zuidoost. Aan toe gaan. Dus op duur hadden we heel goed gesprek. En toen uit dat gesprek gingen ze dus stemmen. En zeiden ze van, nou ja, weet je wel, Erno, je moet gewoon met hem in zee gaan. Dus heeft Erno mij nog een paar keer met mij gesproken om te kijken of hoeveel diepgang erin zat. Toen heb ik gewoon uitgelegd wat ik kan doen. Wat de mogelijkheden zijn. Dus op duur hebben ze het optreden gedaan. En bij die optreden hadden we dus een middag. En dan moet je stakeholders uitnodigen. Maar dat is heel moeilijk, want Erno die is heel slecht in het inschatten van, net zoals hier Uriel net zegt, er zitten 200 man in de zaal. Dus deze man zegt, ja, ik heb een optreden en heb 2 weken de tijd om mensen uit te nodigen. Ik zeg, mensen hebben allemaal kinderen, dus dat is heel moeilijk. Dus heb ik gewoon 30 man uitgenodigd. Van die 30 zijn er 10 gekomen. Nou, dat is voor zo kort en een goede opkomst. Dat is nog best goed. Niet verkeerd. Niet, ja, maar de zaal, weet je, jullie hebben in de zaal gezeten. Die zaal was vrij leeg. Maar Erno en, ik kom heel even niet op zijn naam, zijn regisseur. Mm-hmm. Die hadden samen dat optreden gedaan. Is verkort. En Erno dacht van, oké, weet je, er zijn stakeholders gekomen. Die heeft uitgenodigd, kijken wat het wordt. Maar al die stakeholders hebben we hem dus benaderd. Nou, dus Erno was daarna heel erg tevreden, omdat hij merkte dat, zeg maar, al die dingen die ik altijd roep, als je die kan waarmaken, dat moet je dus doen. Dus als je een grote mond hebt, moet je het ook waarmaken.
Dus jij hebt je grote mond waargemaakt. Ja, ik heb altijd met dat soort dingen een grote mond, maar laten we het niet hebben over daten en zo. Want daar heb ik echt ben ik niks geen kaas van gegeten. Ja, dus, laten we daar ook niet over praten. Laten we daar eventjes over hebben. Ander onderwerp. Nee, ander onderwerp. Dating life. Nee, wordt een hele korte uitzending. Wat ik nog wilde zeggen was, jullie zijn gegaan naar de Adamtoren voor een spoken word. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Want ik was er niet bij. Ik had andere dingen te doen. Maar het had ook met daten te maken. Precies. Puntje, 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 puntje. Ja. Crickets, crickets. Het was heel spontaan. Die Jammer, die mocht dus in de Amsterdam-toren mocht die een keer hosten. Jerrymo, ja. Jerrymo mocht een poetry night hosten. Precies. Want normaal doet Gerswin Bonifacia dat. Hij was vroeger stadsdichter van Amsterdam. En hij doet dat maandelijks in de Adam & Co. Dat is een onderdeel van de Adamtoren. En dit keer had hij Jerrymo gevraagd van, maar wil jij? Want jij doet altijd iets over Maluku in je voordracht. Ja. Zou je niet een avond willen besteden aan dit thema met alleen maar Molukse dichters? Heel leuk. Ook heel intiem. Waren ook een mannetje of 50. Ja. En, niet 100, of 200. Misschien voelt het wel zo. Was lekker warm. Ik denk dat dat het is. En ik was met mijn broertje gegaan. Want Cisco en ik houden heel erg van gedichten. En ik schreef vroeger ook wel gedichten. En hij doet dat nog steeds. Dus dat is ons ding. Dat vinden we heel leuk. Dus ik zag, oh, dat is een leuke broer, zus, date. En André was er ook. Ja. En met ons nog heel veel bekende gezichten. Ja. Het was een hele andere inslag weer van hoe te kijken naar het Molukse perspectief. En hoe kijkt een derde generatie daarna. En hoe uit die zich daarover, dat vooral. Echt heel tof. De een had het over spaceships en galaxies. Het Alifuru Galaxy van Marlessi. Vond ik een heel toffe benadering. Was heel intelligent gedaan. Ja, zat dat naar Marlessi. Binnenkort weer basketballen. Ik ken hem toevallig via. Dit bestaat geen toeval, toch? Nee. Dus toen de corona was, hebben we heel de zomer gebasketbald bij een vriendin van mij. Nadia, die ging altijd basketballen. En dan kwam ze in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Bij, hoe heet het ook weer? Bij kan skateboarden, de pool. Dus op duur waren we daar. Gingen we dus, ga je met elkaar basketballen. En heb je gewoon gesprek. Maar dan ging niet vertellen. Ja, ik heb een gedichtenbundel. 40 gedichtenbundels ga ik opmaken, ga ik verkopen. Gaat supergoed. En toen kwam hij dus op podium. Ik heb hem nog nooit zien optreden. Hij was echt goed. Hij was echt goed, ja. Deze gast was goed. En hij ging ook gewoon nog niet zoals iedereen. Ik heb een mooi boekje. Zegt hij, ja, ik ben aan het verhuizen. Ik heb gewoon uitgeprint op papier. Want deed hij het open. Dan zei hij ook nog gewoon, en het is ook nog te klein uitgeprint. Je zag hem ook gewoon een paar keer gewoon echt zo. Wat? Maar het was een hele mooie avond. Het was gewoon echt een goede avond. Ja, Gloria was er ook weer. Gloria Lapia. Gloria, al mooi. Ja, ja. Ja, heel goed. Het was ook weer een hele emotionele dag voor haar. Ook weer zo'n gek dingetje. Ik vorige week, de week voordat wij dit opnamen, gingen wij haar podcast online gooien. Dus dan vertel ik altijd. Ik had een berichtje van, hey Gloria, deze week gaat die online. Zei ze, oh, wat bijzonder dat deze week is. Want dit is ook de week dat oom Unu jarig is. En dat hij wordt gerepatrieerd naar Ambon. Want dat was zijn wens. En normaal moet je 10 jaar grafrust hebben voordat dat mag. Ja. Maar dat hebben ze toch voor elkaar gekregen. Dus het was voor haar een hele beladen week. En ze ging dus die poetry night doen. En toen heeft ze een gedicht voor hem voorgedragen. Ja, was ook weer zo'n moment dat alles voor haar in die week en voor hem samenkwam. Dat het weer helemaal zo in het licht stond. Ja, was wel net zoals bij het optreden was ook heel moeilijk als ze brak natuurlijk. Ja. Maar ook gewoon voor de rest. Ja, als je dan iemand op het podium ziet, dan raakt iedereen. Iedereen zat zo te slikken. Ja. En je mocht niet klappen, heb ik nu geleerd. Iedereen had last van hooikoorts in één keer. Dus iedereen ging zo, toch? Ja. Knipperen met zijn vingers. Ging knipperen. Ja. Maar het grappige is wel dat Jermo die ging het optreden doen. En Rio is echt gewoon, op tijd is tijd. Dus Rio was gewoon om 7 uur. En iedereen kwam om 7:30 binnen. Mm-hmm. Dat was echt een gezellige. Dus je gaf Rio een hand. Ja, van, welkom. Nee. Ik hang je jas op vandaag. Daarom ben ik zo vroeg. Rio zat echt voorin. Gewoon voor. Die konden gewoon voorin kijken. Maar die Jermo die zei van, ja, al die Molukse zijn natuurlijk weer te laat. Ja. En toen begon het pas om 8 uur, denk ik. Ja, uiteindelijk begon het echt een uur later. En toen, echt, en toen kwam nog steeds mensen binnen. Het was een topavond. Ja, maar Jerrymo had het ook heel mooi gesproken. Die is natuurlijk super blij. Die is pas vader geworden. En die had het ook over zijn kind. En ook over dat hij dus nu ineens heel erg die drang voelt voor die overdracht. Ja. Ik moet het overdragen. En hij was Lagu Lagu gaan luisteren. En de microfoons vielen op een gegeven moment uit. Toen moest hij even een beetje aan elkaar praten. En toen ging hij zingen.
Toch? Ja. Welke ging die ook weer zingen? Nou, dat dacht ik al, dat weet ik niet. Dingen. Sayankani. Ja, Sayankani. Die ging. En dan ging het publiek mee betrekken. En dan gingen we ook eerst mee zingen. En er waren ook een aantal mensen die gewoon vast altijd naar die poetry night gaan, maar die niet Molux waren. En die keken ja. op hun heen en was voor hun een hele andere beleving. Ze vonden het heel tof om te zien hoe dat, wat voor samenkomst het was. En om te horen over onze perspectieven. Dat was wel ja. was leuk. Ook om van andere mensen te horen. En ik vond het ook tof dat dat ook een beetje de bedoeling van die avond was. Dat ook mensen van buiten onze gemeenschap werden betrokken bij zo'n avond om ons verhaal te horen. En ik hoop dat wij dat in 2023 ook meer mogen doen. Meer naar buiten treden. En wij doen dit natuurlijk voor onze community. Maar ook vind ik het superbelangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Zoals we dat met Mole Oekoe, dat Erno dat doet. Dat ook juist mensen met een ander perspectief die nog niet zoveel ervan weten, leren. En dat we daardoor ons kenbaarder maken. En ons laten zien met een, zoals met zo comfortabel ook het geval was. Wij zijn hier. Ja, en dat we inderdaad van lokaal naar landelijk gaan, maar ook internationaal. Dat we het echt overal kenbaar mogen maken wie we zijn, wat we doen, waar we vandaan komen. Ja, en dat is wat Jermen dus ook zei tijdens de opening. Ging dus vertellen van, we zijn natuurlijk meer dan alleen maar treinkapers en voetballers en dat soort dingen. Dus dat gaf hij heel goed aan. Maar ook gewoon dat we nou naar buiten treden, maar dat we nou ook echt op heel veel vlakken tegelijkertijd. Want natuurlijk weet je dat in de krant, de Volkskrant, dat er een artikel voor uitkwam. Dat ging over zo comfortabel dat het uit was gekomen. Maar dat ook. En van Sim OJ, hè? Sim OJ. En over de EP ook. EP, ja. En dat ze er een foto van hem hebben gemaakt. Maar dat ze ook andere artiesten, die ook hier zijn geweest. Sava stond er onder. Sava, ja. Dus die werd ook genoemd bij foto. Maar ook gewoon dat die derde golf waar we het over hebben, waar jullie ook lid van zijn, dat dat nu wel echt een ding is. Ja, Diewertje Heuvelings had dat stuk geschreven. Ja, klopt. Precies. Ik ken haar, want zij komt uit Venlo. Wij zaten vroeger op dezelfde basisschool en middelbare school. Tuurlijk. Zij kent iedereen. Rio kent iedereen. Ja, is heel tof. Maar iedereen, ik vind het gaaf dat zij dat dan ook support. Dus Diewertje, mocht je dat horen, thanks daarvoor. Dat waardeer ik enorm. Ja, SO naar jou. Shout-out. En even nog shout-out naar degene die foto heeft gemaakt. Ik ben even de naam kwijt. Dat is de zoon van tante Ineke Nooya. Dat is gewoon OG Amsterdam. Zij had gewoon ons van tevoren dat artikel uitkwam, had ze ons bij Café Diep. Dat was een avond dat alle Molukkers zijn uitgenomen, maar meestal tweede generatie Molukkers komen daar in een Café Diep. Kun je eten, Boem Frenkie, die kookt dan eten. Dan kun je gewoon maaltijd nuttigen, gewoon kopen en dan kun je gewoon daar zitten. En dan komen al Molukkers mensen, draaien ze lagu lagu. Wat leuk. Superleuk. Is ook gewoon echt een Molukkers netwerk daar nog. Dus dat kunt echt wel dingen regelen. En toen kwam Usimada Bakabessi binnen. Dat is mijn tante. Die regelt altijd heel veel dingen voor ons. En die zei van, tante Ineke die heeft misschien nog wat leuks. Toen gingen ze een foto laten zien van zo'n OJ-zoon. Ik zeg, wie heeft die gemaakt? Ja, mijn zoon heeft die gemaakt. En het bleek dus dat die zoon dus, die ken ik dus niet, blijkt dus gewoon echt een Molukse ondernemer te zijn die en een uitgeverij heeft en een restaurant, Sexyland en dan dat soort dingen. En zo leer je dus ook dingen. Andere mensen weer kennen. Ja. Maar ook dat zij natuurlijk heel trots was die zoon die foto heeft gemaakt. Maar ook gewoon dat zij trots dat de derde golf, dat je ziet wie al die derde golf is. Dat zijn dus echt allemaal ondernemende mensen. Dus qua muziek, qua ondernemerschap. Maar dat iedereen elkaar kent. Hè. Bijvoorbeeld, hij kende Noah, Abdilou heel goed. En hadden ze gewoon een heel goed gesprek daar. Was toevallig met Erno daar. Ja, het maakt me echt trots, man, dat inderdaad dat gebeurt. En een paar keer ben ik ook op straat aangesproken. En dan pas geleden was dat in Utrecht bij de Albert Heijn. Ik had een afspraak, dus ik moest echt heel snel richting Utrecht Centraal. En toen had een Molukse jongen me tegengehouden van, hey Uriel, hoe gaat het? Zeg ik, ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Was je op mij aan het wachten buiten? Of ze hebben kort gesproken en dan zei ik, hey, nog fijne dag. Dus ja, ik weet niet, ik vind die reactie vanuit de luisteraars ook wel interessant. Leuk, hè? Ik heb een hele grappige. Vertel. Ik was bij de Toppers. Toppers in concert. Ja, ga maar lachen. Is heel leuk. Hey, ik geloof helemaal dat het leuk is. Maar ja, ik was daar voor mijn werk natuurlijk, want Busy stond daar. En ik sta dus te kijken in het arena vak, waar je als je vanuit backstage komt ook kan kijken in de arena.
En was superleuk. En wij waren met ons kantoor natuurlijk daar. En lachen en dansen en meezingen. Dat is een soort grote singalongen is dat. En ineens zie ik twee donkere mensen zo ook binnenkomen. En die kijken me aan. En ik denk, ja, is bang zat hoor. En ik zie er eentje wat doen. En die plakt een sticker op dat dranghek. En ik kijk. En ik kijk nog een keer. Was dat die sticker met Maluku is not Indonesia? Had je een foto geplaatst? Ja, heb ik een foto van geplaatst. En daarna, toen ik zo zwaaien naar hun, toen kwamen ze naar me toe. Ja, moeilijkste takkie toch? Ja, we weten wel wie je bent. En je doet zo goed werk. En echt top. Superleuk. Ja. Dat is een heel leuk gesprek. Ja, ik was op een verjaardag. En dan komt gewoon, ik rolschaats. Voor de hele community, ik doe niks inderdaad. Ik ben lui met rolschaatsen, maar ik werd uitgenodigd om naar verjaardag te komen. Ik kom op een verjaardag en er zat er een meisje, die zei gewoon, die heet Tessa. En die zei gewoon van, ik heb alles beluisterd van Lux Takkie. Ik dacht, oké, Tessa is gewoon een wit meisje. En ze is wel half Engels, half Iers. Engels. En nou, ze ging dus gewoon tegen mij vertellen. Maar ik dacht van, weet toch, ik ga gewoon even testen of ze wel echt heeft geluisterd. Welke aflevering dan? En ze ging dus gewoon opnoemen. Dacht ik, oh, wacht, ze heeft echt geluisterd. Oké. Dus toen we hadden een heel leuk gesprek. En toen op die verjaardag zei ik tegen haar van, ja, heb je zin om naar dingen te komen? Naar voorstelling van Erno. Toen ging ze van, ben je dat serieus? Ja, heb ik er gewoon uitgenodigd. Dus ik heb ze is gewoon langs geweest. En dat laat dus zien dat er wel heel veel interesse is in onze cultuur. En ook gewoon dat mensen graag willen weten waar we vandaan komen. Ja, en niet alleen maar Molukse mensen ook. Hè? Ook mensen van buiten de community. En dat maakt het ook juist leuk, toch? Dat je het op die manier verspreidt en ook zeg maar een kijkje laat nemen binnen die gemeenschap. Ja, ook onze zichtbaarheid. Dat we onze afdruk achterlaten. Precies. Dat het niet wordt weggevaagd zoals het soms wel in het verleden gedaan is en nog steeds gebeurt. Ja. Dat kunnen we alleen doen door onze stem te laten horen en elke keer ons verhaal te vertellen. Precies. Op wat voor manier dat ook is. Verschillende manieren. Ja. Film, theater, kunst, dansen, ondernemen. Of desnoods je bedrijfsvoering op een bepaalde Molukse manier te doen. Ik bedoel, Rio, jij hebt je kantoor zelfs laten beschilderen door Dominique Latoel. Dus als dat niet Molukse genoeg is. Er gebeuren gewoon heel veel mooie dingen. Heel veel mooie ontwikkelingen. En voor de luisteraar en ook de kijker, doe gewoon iets met je heritage. Doe iets met je achtergrond. Maakt niet uit wat. Het is gewoon superleuk, man. Gewoon elkaar inspireren en gewoon mooie dingen maken. Ja, wat laatste bij toeval gingen we dus naar een soort netwerkborrel van Jordi Tamata. Die had ons uitgenodigd. Die was eerst bij Uriel langs geweest. Van een soort Uriel's kantoor is een soort De stichting van Rotterdam. Dus, Loco Rotterdam. Ja, dus dan gingen we daar met z'n allen keer hadden we daar een gesprek. En toen had Jordi nummers met me uitgewezen. Hij zei van ja, ik ga een netwerkborrel doen. Lijkt je leuk om te komen? Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon langs. Toen zei hij, ja, ik wil graag dat je komt met Stichting Kriel. Ja. Maar is goed. Dus ik zeg, is goed. Maar ik ben alleen maar een ambassadeur, ik ben geen voorzitter. Dus ik moet hem bespreken met het bestuur. Dus ik leg het voor in de app van, we zijn uitgenodigd. Maar ja, net zoals Germo en zo, het is echt Molux. Ik doe gewoon een week van tevoren, zeg ik gewoon in de app. We zijn uitgenodigd om een presentatie te geven. En iedereen zegt, oké, wie gaat de presentatie geven? Ik zeg, ja, ik ga gewoon daar naartoe. Ik doe gewoon een babbeltje. Maar dat ging dus niet zo. Dus ik heb het gehoord, want ik heb Jordi gesproken van de week. Ik zei, ja. Dus ik had gewoon mijn neef, Chiu Leotomu, dat is de voorzitter van Stichting Kriel. Die hadden wij, die had ik tegen hem gezegd van, laten we dan de presentatie doen. Dus wij gaan de presentatie doen. Maar ik hoor dus ook Uriel is uitgenodigd. Dus we zitten daar met z'n allen. Dus, ja, ik kom echt net van mijn werk. Toen fietste ik door de regen naar richting de Lloydkade. Naar dat cafeetje daar. Precies. En toen maakte ik ook al kennis met allemaal Molukse mensen. Ja. En op een gegeven moment hadden we een borrel. En toen gingen we naar boven. Ja. En toen, wat er gebeurde, we zaten aan een hele lange tafel. Ja. En toen werd er gevraagd, ja, stel jezelf voor. Heel kort. Mm-hmm. Dus iedereen was aan het praten. Echt 10 minuten, 15 minuten. Per persoon. Soms liep dat gewoon uit. Ja. Dus die presentatie deden we echt voor sluitingstijd, geloof ik. 10 voor 11 of zo. Jeetje. Toen had je maar 10 minuutjes of zo op die presentatie zo doorheen te jassen. Ik had natuurlijk het langst gepraat dan iedereen.
Het ging gewoon stoppen. Het ging gewoon, ja, we moeten nou pauze doen, want André heeft lang genoeg gepraat. We kunnen niet meer. Dus, maar het was wel... Concentratie op. Maar wat André dan doet, dan geeft hij zijn verhaal. En dan wijst hij naar mij en dan wijst hij naar Jamie en dan praat hij weer door. Terwijl ik denk, ik heb al gesproken. En dan zegt hij, meestal wat je ook doet, André, dan zeg je, ja, Uriel van Molukse Takkie. En dan wijs je naar mij. Ik zo van, oké. Ja, het is wel grappig, want je zit er natuurlijk als Stichting Karuw. Maar ja, ik zat dus naast Uriel en Jamie Schaduw, die was net terug. Dat is de uit Ambon. Ja, secretaris van ons. Die is net terug uit Ambon. En die was naar Ambon geweest. En die had toch letterlijk jetlag. Die was nog niet helemaal bij. Maar die was gewoon gekomen. En we zaten daar gewoon en gingen dus uitleg geven. Maar ondertussen dat ze die bol hadden, ze gingen uitleggen. Dacht van, ik heb wel wat te vertellen. Maar toen dacht ik van, ze hebben allemaal wat te vertellen. Maar je hebt altijd wat te vertellen. Jij hebt altijd wat te vertellen, voor de mensen die André kennen. Okay. André is niet kort van stof. Nee, precies. Dus we zaten daar. Dus, en op duur gingen ze dus allemaal een verhaal doen. Maar toen de derde spreker, de vierde spreker, was een jongen. En die ging praten. Nou, ik ging gewoon beneden van me. We kunnen net zo goed naar huis gaan, man. Ik zeg, deze jongen heeft zoveel gedaan. Ik zeg, lijkt gewoon of wij gewoon stilstaan. Impressed. Ja, nee, maar Rio... Yeah. Impressed, ja. Het is gewoon voorzitter geweest van Stichting Alphen aan de Rijn. Heel die renovatie gedaan, allemaal dat soort dingen. Betrokken bij Maluken voor Maluken ook, zei hij. Ja, maar dat soort dingen, maar echt veel dingen gedaan. En ook nog gewoon echt een goede baan. En dan ook nog een dochter hebben, dus die heeft echt wat druk. En toen kwamen we op duur uit bij Monza. Ja, Moza. Moza, sorry. Bij Kaya inderdaad. Bij Kaya. En toen ging Kaya dus vertellen van, ik ben... geïnspireerd om dingen te doen. Ik ben gaan studeren. Dus ik denk, dat is wel een vet verhaal. Dus we hadden die pauze nadat ik dat hele lang verhaal heb gedaan. Die hele lange introductie. Toen ging ik hem een hand geven. Toen zei hij gewoon van, ik ben ooit bij jou thuis geweest in Nijmegen. Kun je dat herinneren? Toen dacht ik van, oh shit, ja. Hij toen zei, kwam het pas weer terug. Ja, nee, maar toen dacht ik van, ja, dat klopt. En hij zegt van, ja. Hij zegt van, je bent een van de jongens die studeerde in Nijmegen. Hij zegt van, ik kom uit de wijk en... niemand ging daar echt studeren. Dus hij zei, hebben echt wel geïnspireerd, ook indruk gemaakt. Toen dacht ik van, wist ik gewoon bij niks te zeggen. Weet je, omdat ik gewoon mijn ding doe. Ik doe gewoon, ik ben gewoon wie ik ben. En hoe vaak hoor je dit soort verhalen? Nou, meestal hoor ik dat wel van deurwaarders, maar dat is heel anders. Je hebt een indruk op me gemaakt. Nu mag je naar binnen. Precies. Dus ik bedoel daarmee, want dat was een hele aparte avond. Het was gewoon Ik vond het ook een beetje raar om over Molukse Takkie te praten. Dat ga ik eerlijk bekennen. Want we hoorden al die verhalen van al die andere mensen. En ik dacht bij mezelf van, ik weet dat een groot deel van de tafel al luistert. En dan moet ik gaan uitleggen wat ik doe. En... ik weet niet, ik werd heel geïnspireerd door iedereen. En ook door de dame van Molukken Vibes. Die inderdaad, geloof ik, in januari of februari... Januari een evenement heeft. Ja. En ook haar verhaal, want zij is zelf niet Moluks. Maar ze is wel in die omgeving opgegroeid. Ja. En dat deed ook heel veel met haar. En dat vond ik ook wel bijzonder om te zien. Dat er eigenlijk mensen zijn die buiten de gemeenschap om... wel door de community... worden beïnvloed, maar ook omarmd en zelfs opgevoed. Ja, zij zijn wel goed. We kennen haar allemaal, want ze staat bij alle pasgemalen stond ze altijd. Maar nu in één keer ging ze gewoon aan ons uitleggen hoe ze daarbij kwam. Maar wij wisten dat allemaal niet, want we dachten van, zij is gewoon Indisch. En op die ging ze gewoon uitleggen, ik heb dan één Molukse opa waar ik heel erg door beïnvloed. En dat is eigenlijk mijn drijfveer om meer die connectie te zoeken. En dan ging ze dat uitleggen. Maar zij is ook gewoon iemand die gewoon altijd onderneemt. Dus ze had gewoon meteen ons betrokken. Stichting Karuw meteen gevraagd of we mee wilden helpen en dat soort dingen. Ja, ze doet ook een samenwerking met jullie. Hè? Ze verkoopt t-shirts. En een deel van de winst, dat wordt gedoneerd aan Stichting Karuw. Ja, klopt. Ja, tof. Mooi hè, hoe dat dan gaat. Hoe je elkaar dus kan inspireren. Ja. En op die manier ook van het kan voortzetten. Wat is voor jullie de wens... voor 2023? De wens voor 2023 voor mij, dat is dat we sowieso nog steeds de podcast kunnen doen en kunnen maken, maar dat we landelijker en groter impact mogen maken. Dat we ook kunnen kijken naar Molukse stichtingen, wijken, buurten, om daar misschien ook de podcast op te nemen. Dus noods dat we een keer een panelgesprek doen bij een evenement. Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. En ik heb het gevoel dat die mogelijkheden... dat ik die ook wil onderzoeken met jullie. Want Molukse Takkie is ook echt letterlijk... ik, Rio en André.
Wij zijn gewoon die dynamic duo, de drie Molukse musketeers van Molukse Taki. En ik denk dat er gewoon mooie dingen gaan aankomen op dat gebied. Dus ik denk dat van daaruit we gewoon meer mooie afleveringen gaan maken, mooiere verhalen, maar misschien op andere plekken. Ja, voor mij is het meer... voor mij is het toch altijd andere insteek. Voor mij is eigenlijk gewoon ook om natuurlijk jullie mee te helpen met jullie reis naar je identiteit te vinden. Maar gewoon voor mij is het gewoon ook een avontuur om dit allemaal te doen. Natuurlijk, ik ben wel wat ouder, maar dit is gewoon echt leuk om te doen. En wat je merkt natuurlijk, als je dit doet, dan maak je dus wat ik altijd iedereen probeer bij te brengen is, hoe boemen creëren, dat is door dingen echt actief te doen. Hè. Je moet verbinding maken met mensen. En dat doe je dan via de podcast, maar dat doe je ook nog voor al die gesprekken die we daarnaast voeren. Mm. En natuurlijk omdat wij bijna overal, als we worden uitgenodigd, dat er wel één van ons op komt dagen. En dat ze dan dat je dan de verbinding maakt. Hè. Ja, maar het is ook dat stukje wat jij zegt. Hè? Met iedereen waar we mee hebben gesproken, is ook een stukje nazorg. Van hé, hoe vond jij de aflevering? Wat waren de reacties? Dus dat proberen we ook daarin te peilen. Ja. Maar we hebben nooit verwacht dat het zoveel impact zou maken. Ja, en het zijn ook geen passanten meer. Hè? Het is niet van, je komt hier aan tafel en dan ben je weer weg. Dan blijven die mensen ook in ons leven, heb ik het idee. Als ze dan tegenkomt, heb je een andere connectie. En ik ben natuurlijk wel een beetje de introvert hier aan tafel. Jullie lullen met iedereen en ik vind het wel ben jij een introvert? Toen wij gingen dansen bij Soul Live, toen ging jij wel helemaal los. Dat is non-verbaal. Dan kan ik, non-verbaal, zou ik ook zeggen. Wacht even. Als we nou mensen voor de tuin gooien, ben je heel goed in. Uriel is misschien wel de grootste danser van ons. Is het Jace Lee, die is getuige ervan. We moesten haar hem meerdere malen van het podium afhalen. Oh, nee joh. Ik heb gewoon een paar bepaalde aantrekkingskracht. Het kwam door mijn sneakers. Die wilde naar het podium lopen. Oh ja, en ik heb helemaal niks gedaan. De rode schoentjes had je aan. Inderdaad, vanzelf, automatisch. Ja, dus ik doe nog maar shout-out naar Rick Bühne dat hij... jou op de bühne heeft gelaten. Dat hij 100 meldingen heeft gekregen. Er zit iemand op het podium te dansen. En we weten niet wie het is. Weet niet wie wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Precies dat. Dus op die zegt hij, Anne is daar. Die regelt wel. Ik gewoon, dat is... degene die de podcast doet voor Molukse Taki. Dus laat me gewoon staan. Laat hem maar lekker dansen. Dan hebben we weer een verhaal voor Molukse Taki. En we hebben heel veel leuk beeldmateriaal hiervan. Maar dat komt wel een keer. Ja, dat laten we wel een keer zien. Hey, maar ik heb een verrassing voor jullie meegenomen. Oh. Want dat vind ik wel belangrijk om ook wat aan jullie te geven. Want ik ben jullie zo dankbaar. Rekening. Nee, die komt achteraf. Stuur ik tikkie. Belastingopgave. Nee, maar ik ben jullie heel erg dankbaar. En... ik pak even mijn tas. Ik leg mijn koptelefoon af. Ik mag niet trommelen op tafel, maar dat wil ik eigenlijk doen nu. Doe maar. Nu mag het. Oh mijn god, wat is dit? Wat heeft hij allemaal? Oh kijk, we krijgen rendiertjes. Oh god, wij ook. Oh. En voor jou, André, kerstmuts. Ik doe die kerstmuts. Ik hoop dat dit past zo. Kijken. Vast die is, joh. Met mijn koptelefoon. Vast die is, joh. Oké, als je dit luistert op Spotify, moet je nu even naar YouTube gaan, want het is echt hilarisch. Je moet dit echt op YouTube checken. Dit is echt een soort kerstborrel. Oh, sorry, André. Ik heb alle bezig. Sorry dat je hoofd groot is. Kijk, geweldig. Kijk. Om een beetje in de kerstsfeer te komen. We hebben Rosita en JC Lee in de building. Goed dat jullie er zijn. We willen jullie ook even het zonnetje zetten. Want naast dat wij dit met z'n drieën doen, hebben we ook inmiddels allemaal mensen die ons helpen. Zoals Rosita, die doet alles wat je ziet op Instagram qua vormgeving. Met de teksten inderdaad. Ja. Vooral de zinnetjes, de quotes, de citaten. En, alles wat vormgegeven moet worden. Bijvoorbeeld ook ons Spotify, fotootje altijd, dat soort dingen. Dat maakt zij. En daar zijn we heel dankbaar voor. Dank je wel. Ja, zo dank hoor. En ook Eva natuurlijk niet te vergeten. Eva Metselaar. Helaas is er niet bij, maar... die helpt ons met wat captions en wat redactiewerk her en der. Dus dat is ook echt super tof. En Jace Lee, onze hype woman natuurlijk. Hype woman, hype beast. Ja. Live on TikTok, on TikTok again. Ja, even Jace Lee zelf al beroemd van zichzelf. Beroemd van zichzelf? Ja. Wat ben jij? Ik ben beroemd. Ja. Hey, weet je nog wat ik vertelde over die de clipopname voor Zo Comfortabel? Ja, vertel. Dus ik denk, ik krijg zo'n bericht. Ja, je moet om
12 uur moet je al wezen. Ik die altijd te laat was, ben ik gewoon op tijd, hè. Ik loop naar binnen, ik heb Jace Lee. Jace Lee was al uitgenodigd om te komen. En wanneer kom je? Ja, ik kom pas half twee ben ik er en dan kom ik. Dus ik kwam echt letterlijk daarna en meteen op de camera. Ik weet meteen, oké, amateur, professioneel. Dus, maar ze deed het heel goed, hè? Je hebt haar de clip gezien. Hè? Ja, ik heb haar zeker gezien in de clip. Nee, ze deed het supergoed. Hoe was het eigenlijk voor jou om in die clip te komen? Betekent het wel dat je je stoel eventjes naast mij moet schuiven en dan in de microfoon moet praten? Wow, maar dichtbij. Heel nice dit. Ik was via Sterre was ik uitgenodigd. En ze vertelde me, ja, we gaan een videoclip opnemen met meerdere Molukkers. En wil je daarbij zijn? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik daarbij zijn. Dus ik had een hele grote tas meegenomen met allemaal kleren. Uiteindelijk heb ik voor een blauw topje gekozen met gewoon een jeans. En dat paste gewoon helemaal bij de clip uiteindelijk. Bij het licht, ja, inderdaad. En dat had ik eigenlijk ook als eerst al aan. En toen dacht ik, nee, ik ga dat toch aanhouden, want het is wel echt gewoon de vibe. En het was echt gewoon een hele bijzondere dag voor mij inderdaad. En het was zo gezellig. Iedereen was gewoon de hele dag aan het ahoeren met elkaar. Ja. En is gewoon zo'n mooie clip uitgekomen. Ja, was echt. Dus, jij kent Sterren, want je ook een clip met Sterren hebben gemaakt, toch? Ja, dat klopt. Dat was met Daan Boom ook. En dan mocht ik achtergronddanseres zijn. Zie, dat bedoel ik. En dat, bekend persoon. Freddy. Bekend. Nee, dat was echt ook superleuk. Want we hebben nog een haakje. We hebben namelijk natuurlijk een rapper hier op bezoek gehad uit Groningen. Met Boerensaus. En wie speelt er in die clip? Ja, inderdaad. Ja, dan ben ik ook. Hoe heet dat nummer eigenlijk? Wow, dan moet ik even nadenken, want het is zo lang geleden. Een beetje in mijn hoofd. Ja, in mijn hoofd. 2021 clip is dat. Ja. Maar toen woonde ik nog in Groningen. Dus het is lang geleden. En toen we er net, we hadden kort gesproken. En toen zei je iets over de kleding wat je droeg in die clip. Kun je daar wat meer over vertellen? Dat ook een speciale waarde heeft. Want we hadden in het interview met Joost hadden we gezegd van ja, je speelt een meisje, speelt erin. En toen ken ik je niet. Speelt een meisje erin. Die zegt leuk gekleed. Twee verschillende outfits. Kan je mij vertellen? Wat voor outfit draag je op het moment dat je danst? En waarom is dat zo bijzonder? Ik had dus twee outfits aan en bij de outfit dan toen ik danste had ik een wijde broek aan met een batik blouseje. En dat batik blouseje is van mijn opa geweest. En het heeft heel lang bij mijn vader in een kast gehangen. En ik zei tegen papa, waarom dragen dit nooit? En toen zei hij, ja, het is van opa. En toen zei ik tegen papa van, mag ik het dan meenemen naar huis en dan kan ik het af en toe dragen? En dat was dan een heel mooi moment om dat dan te dragen tijdens de clip. Omdat het dan ja, met Molukkers heeft te maken en een Molukse rapper in dit geval. Ik dacht, ja, dit is wel gewoon gepast en het past bij de outfit. En ik heb een oversized outfit aan en dacht, ja, dat is het juiste moment. Ja. Zo zie je maar weer, hè, dat het altijd wel weer terugkomt. Ja, ik heb het gewoon een beetje in mijn hoofd. En, ik vond het echt heel mooi en ook echt leuk dat je me dit vertelde. En Rosita heeft ook natuurlijk een speciale plek bij mij. Ik ken haar wat langer. En ook haar broer Patrick. Shout-out naar jou. Maar ik had het over een verrassing. Oh ja, en dat zijn niet alleen de dingen die we dragen. Okay. Staat je wel leuk, Rio. Oh, fijn. Ik voel me helemaal het kerst, ik zit meisje. Echt, okay. Beweegt het ook als ik ja, zo ja, beweegt ook echt. Ja. Is het de tas of is het een grabbelton? Want, hele diepe grabbelton. Stilte. Oh. Is voor jou. Kijk dit is voor Rio. Pak het maar uit. Heb je de goede kleur, André? Ja, ik zal maar even de luisteraars even uitleggen. Wat zijn jullie aan? Wat is het eigenlijk? Wat hebben jullie vast? Dankjewel. Zo leuk. We hebben een trui gekregen. Ja, trui. Een Molukse takkie trui. Molukse takkie trui, inderdaad. Ik in het zwart met rood. Ik heb blauw met wit, want ik zal het even uitleggen. Jace, niemand weet dat, denk maar. Ik draag niks zwart. Ik ga wat vertellen, André. Als je kijkt naar die letter O, welke kleur is dat in die letter O? Ja, je hebt een beetje.
Zwart. Een beetje zwart, ja, sorry. In dat logo zat het vast, dus ik kon het niet eruit halen. Nee. Maar ik wil jullie gewoon bij deze gewoon bedanken voor dit avontuur met Molukse Takkie. Superleuk. En, heb jij er ook een? Ik heb er zelf ook eentje. Dezelfde kleur, dezelfde kleur Rio, we matchen. Ja, heel dus erg dat is helemaal goed. En ja, ik denk dat we gewoon bij deze een beetje moeten afsluiten. Maar wat gaan we eigenlijk zeggen tegen de luisteraar en de kijker over de feestdagen? We gaan ze sowieso mooie feestdagen wensen. Mooie kerstmis, mooie absoluut. Oud en nieuw. Doe voorzichtig, hè. Ja. Je hebt je vingers nog nodig. Precies, al het vuurwerk binnen afsteken. En eet zoveel als je kan. Bezuinig niet. Dieet. Wil ik niet horen dat woord. Inderdaad. Laat ons vooral weten wat je eet. Daar houden wij altijd heel erg van. André en ik is onze hobby. Hè? Ja, wij gaan altijd eten samen. Precies. Overal. Overal. Maakt niet uit wat. En waar kan je het beste eten? Molux eten? Oh. Molux is moeilijk, ja, bij je moeder thuis, toch? Ja, toch wel bij je familie thuis, ja. Dus iedereen naar de moeder van André gaan. Als je daar goed wilt eten. Tante Ike maakt altijd papeda. Ja. En Ike aan kurkuning, denk ik. Ja. Ja. Ja, man, ik eet alleen. Dus als ik naar huis ga, eet ik alleen maar papeda. Maar ik denk dat iedereen... Zijn eigen recept, ja, eigen recept, ja, precies. En er is niks lekkerder, toch, dan dat. En je moet je feestdagen alleen maar spenderen met de mensen voor wie je houdt. Je vrienden en je familie, ja. En de rest is allemaal niet belangrijk. Daar gaat het om. Precies. Hey, dus, hele fijne feestdagen. Fijne feestdagen. Bedankt voor het luisteren. En ook nog één ding, alle donateurs... Hartstikke bedankt voor het doneren. Ja. We zijn zo dankbaar. Het is echt zo gaaf. Het wordt echt de support. En gewaardeerd. We kunnen elke keer wat nieuwe dingetjes aanschaffen. Precies. En mensen erbij betrekken. Ja. En dat is gewoon echt heel gaaf. Ook Young Creatives voor de pitch die ik heb mogen houden. En €500 die ik heb mogen krijgen om een apparaat te kopen. De podcaster mic. Zodat we inderdaad beter geluid hebben met de podcast. Ik wil Ashraf Rolo Bessie ook bedanken. Want die mixt het mooi af, zodat jullie naar onze stemmen kunnen luisteren. Zonder al te veel ruis en gestis en smakjes en dingetjes. En dat is ook gewoon zo belangrijk voor ons en voor de podcast. Dus dank je wel heel hard daarvoor dat je ons helpt. En in het verleden was het Appie Ben. En Bart heeft dat ook nog een tijdje voor ons gedaan. Ja, super gaaf. En René, Onik en Busy, Leo, ook voor deze ruimte. En ook dat ze toch wel ons hebben gesport aan het begin met apparatuur. Ja. Zeker, en, ja. En ook deze koptelefoons. Die uit diezelfde, nog steeds in bruikleen zijn. Uit diezelfde kist komt. Ja. Moeilijk leen toch? Nooit teruggeven. Nou, we zetten het elke keer terug. Er zijn meerdere mensen inmiddels die hebben wij geïnspireerd. DeLorean bijvoorbeeld, die maakt nou ook een eigen podcast. En die leent ook elke keer de oude spullen waar wij mee zijn begonnen. Dus het is ook een soort van uitleending geworden. Waarin iedereen zijn verhaal vertelt. Dus dat is leuk. Oh ja, en dan ik wil toch nog even Remy Saplet bedanken voor de mooie foto's die wij onze mooie fotoserie. Ja, ik zeg, ik wens jullie allemaal een fijne 2023. Fijne feestdagen. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Bedankt voor het luisteren en kijken naar deze aflevering. Wil jij doneren? Check dan de link in bio op Instagram Molukse Takkie. Doneer. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Tot de volgende keer.